advocaten moeten zich realiseren dat cybersecurity niet alleen een best practice is of iets dat ze moeten doen. Het is ook een juridische verplichting. Zij moeten gevoelige gegevens van bedrijven, maar ook van personen die ze onder zich hebben, goed beveiligen. Ze zijn aansprakelijk als ze dit niet doen. Niet alleen ten opzichte van hun cliënten, maar ook ten opzichte van anderen van wie zij gevoelige gegevens hebben. Ook een advocatenkantoor, net als een ander bedrijf, loopt het risico om gehackt te worden. Daar zal je maatregelen op moeten nemen. En niet alleen omdat dat in de wet staat, maar ook omdat het hele beroep van een advocaat draait om vertrouwen. Het meest belangrijke is dat je als advocaat, maar ook zeker als assistent van advocaat, dat je een phishing e-mail leert herkennen. Een phishing e-mail herken je aan een malafide link die er vaak in staat en een e-mailadres wat niet klopt. Het is namelijk niet de vraag of je gehackt wordt, maar wanneer je gehackt wordt. Privacy en security zijn twee thema's die voor een advocaat eigenlijk altijd centraal zouden moeten staan. De advocatuur is een van de weinige beroepsgroepen die zoveel vertrouwelijke informatie van personen krijgt, van individuen. En dat schept ook wel verplichtingen. Een van die verplichtingen is natuurlijk dat je die informatie die je krijgt ontzettend goed beveiligt. Dus je moet op zijn minst de mogelijkheid hebben om met jouw cliënten vertrouwelijk te kunnen communiceren. Dus denk aan versleutelde communicatie. Wat vandaag duidelijk is geworden, is dat je als advocaat bewust moet zijn van het feit dat je op een hele grote berg data zit. Dat is niet zomaar data, dat is data die vertrouwd is aan jou als advocaat en waar jij een behoorlijke verantwoordelijkheid voor hebt gekregen. En dat betekent dat je daar ook zorgvuldig mee om moet gaan en dat je daar ook een zorgplicht bij hebt. Om je wat te helpen bij wat wel en niet verantwoord is hoe je met die data omgaat, zeggen wij, hebben wij allemaal tips en tricks ontwikkeld. En die tips en tricks die kun je vinden op de website van de Orde van Advocaten.